Hoe werd Zwammerdam tijdens het rampjaar verwoest? Wat hebben de lijken daarmee te maken die hier in Alphen aan den Rijn zijn gevonden? En wat gaan twee buren doen tijdens het 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie? U hoort het allemaal in het Waterliniejournaal. Aan het einde van het rampjaar 1672 waren Franse troepen over de bevroren waterlinie getrokken. Onder leiding van de Franse hertog van Luxemburg trokken ze vanaf Woerden over het ijs richting de Meijen en kwamen uiteindelijk hier aan bij Zwammerdam. Op deze plek lag toen een brug. Die werd bewaakt door onze musketiers, maar dat waren er niet zo heel veel. Want de plaatsvervanger van prins Willem III, de graaf van Koningsmark, die was met een aantal troepen richting Alphen aan den Rijn gegaan om daar te overleggen met onze regering. Er is wel een beetje gevochten, maar al vrij snel gingen onze soldaten weg. Lieten daarbij hun gewonden en zieke makkers achter. En de brug kon worden neergehaald en Franse troepen stormden het dorpje Zwammerdam binnen. Het was de bedoeling om verder te marcheren richting Leiden, maar dat lukte niet omdat hier bij Goudse Sluis in de Alphen aan den Rijn ze tegengehouden werden door twee schansen aan twee kanten van de Rijn. Ze werden flink beschoten. En daarom besloot de hertog van Luxemburg om hier af te wachten op versterking, munitie, proviant. Maar dat zou natuurlijk lastig worden omdat ondertussen de waterlinie was ontdooid en ook bij Nieuwebrug nog twee schansen lagen. De Franse troepen, vooral bestaande uit Zwitsers trouwens, begonnen gefrustreerd Zwammerdam te plunderen. Huizen werden onderzocht op kostbaarheden, mensen werden gemarteld, vrouwen misbruikt, huizen in de brand gestoken. En van deze gruwelijkheden werden prenten gemaakt en gruwelijke verhalen geschreven. Deze prenten werden iets overdreven, de verhalen ook, om zo vooral in het buitenland te laten zien hoe verschrikkelijk die Fransen waren. Maar ondanks dat het enigszins overdreven was, is het hier vreselijk geweest. En als we nu naar de beelden in Oekraïne kijken, kan je er een beetje een voorstelling van maken hoe het hier is geweest. Nadat de Fransen richting Bodegraven waren getrokken, was hier nog maar een handjevol huizen over in Zwammerdam. Het enige huis wat hier nog van staat is het huis van de Schout. Nou, het heeft jarenlang geduurd voordat het dorp weer was opgebouwd. Voor de herbouw van de kerk van Zwammerdam, maar ook die van Bodegraven, werd gecollecteerd in de steden. Maar ja, voor de gewone huizen natuurlijk niet. En lappen grond hebben lang nog braak gelegen, omdat mensen niet meer terugkwamen omdat ze waren omgekomen. Ergens anders gingen werken of ja, gewoon geen geld hadden om een nieuw huis te bouwen. En overal in het dorp zijn nog gevelstenen te vinden met jaartallen van na 1672. Nou, volgende keer gaan we verder met wat de Fransen in Bodegraven hebben gedaan. Net als in Zwammerdam zijn in Bodegraven ook heel veel mensen omgekomen. Maar ook aan Franse zijde zijn mensen gesneuveld. Wel 50. Enkele daarvan zijn een tijdje geleden teruggevonden hier in Alphen aan den Rijn. We staan weer langs de Oude Rijn op de Zwaanswijkbrug midden in de stad. In de 17e eeuw was Alphen niet zozeer een stad, maar meer een groot dorp langs de linkeroever van de Rijn. Aan de overkant woonde bijna niemand. Er lagen alleen weilanden met wat bedrijfjes. En daar, waar we nu naar kijken, zijn in de 17e eeuw twee volwassenen en twee pubers begraven. Niet op een kerkhof, maar gewoon in een veld. Dat was heel ongebruikelijk. Behalve misschien een noodsituatie. Een hele merkwaardige vondst. Deze skeletten die niet op een kerkhof zijn begraven.
En het is ook een hele bijzondere combinatie. Twee volwassen mannen, twee adolescenten, pubers, en dan nog een paar bordjes van hele jonge kinderen. De skeletten van de twee mannen en de twee jongeren, die waren ook niet helemaal compleet. Maar ze waren wel echt heel goed bewaard gebleven. En daardoor hebben wij goed isotoopconderzoek kunnen doen. Wat blijkt nou? Drie van de vier kwamen zeker niet uit deze streek. En die vierde waarschijnlijk ook niet. Ja, waar komen ze dan wel vandaan? Dat is een vraag die heel erg lastig te beantwoorden is. We weten wel iets over de ouderdom van de skeletten. Eén bot van een van de jongeren is gedateerd met de C14-methode. En daar kwam een datering uit van ongeveer 1671. 1671, dat is wel heel dicht bij het jaar 1672. In dat jaar voltrok zich een verschrikkelijke ramp in deze omgeving. Een Frans leger was die zomer Nederland binnengevallen en opgerukt naar het westen. Bij Woerden kwam hun opmars tot stilstand, doordat de Nederlanders het land onder water hadden gezet. In december ging het vriezen en het water van de waterlinie bevroor. Een deel van het Franse leger trok over het ijs richting Alphen. Maar ze kregen tegenstand van bewapende boeren en het ging dooien. De Fransen moesten zich terugtrekken. Daarbij richtten ze verschrikkelijke bloedbaden aan in Zwammerdam en Bodegraven. Vermoedelijk zijn de zes doden die in Alphen gevonden zijn, de ijskoude Rijn afgedreven, uit het water gevist en ter plekke begraven. Maar wie deze mensen waren en wat er werkelijk is gebeurd, zullen we nooit met zekerheid weten. Welkom bij Jobs Waterlinie Vlog. Ik vertel jullie elke maand wat er gaande is in het hart van mijn Oud-Hollandse waterlinie. Ik sta hier in Bodegraven en hier wonen twee buren die allebei wat te maken hebben met projecten rondom de waterlinie. Ik ga even kijken of ze thuis zijn. Hallo, ben je Noah Bakker? Dat ben ik. Mag ik je interviewen? Tuurlijk. Loop maar mee. Hallo, ben je in Elsburg? Hey, jazeker. Mag ik je interviewen? Tuurlijk. Kan je even meenemen? Jij altijd. Ja, jullie zijn buren, hè? Ja. En jullie doen toevallig allebei wat met de water in. Ja, klopt. En wat doen jullie daar zoal? Zal ik het eerst zeggen? Ja, doe. Nou, ja, eigenlijk doe ik al jarenlang doe ik dingen bij de waterlinie op. Bijvoorbeeld voor scholen en op Open Monumentendag en weet ik wat allemaal. Maar dit jaar was echt zo leuk. Het is jubileumjaar natuurlijk. En dit jaar zijn we met een groepje, tussen met een paar, zijn we zo alle dorpen van de gemeente opgegaan. Bij de voorstelling. Het was echt superleuk. Maar snel voorbij. Maar in september mag ik meedoen met het festival. Ik vind het wel leuk. Ik ben heel benieuwd wat ik ga doen, maar ik vind het nou wel leuk. En wat heb jij zo gedaan? Ik doe mee met een nieuwsvolgement genaamd Water en Vuur. Het gaat over de waterlinie en ik school daar in de Beul. De Beul? De Beul! Zo! Ja! Dat is leuk! Zeker. Kom kijken. Is goed. We spelen in september en oktober op verschillende locaties. Doe je nog andere rol of doe je alleen maar Beul? Nou, ik speel de Beul, ik doe ook nog soldaten. Ga je echt hoofd afhakken in zon? Ja, zeker. Eentje man. Heb jij nou ook nog nieuws uit het hart van de Oud-Hollandse waterlinie? Stuur dat dan op naar dit adres. Dan zeg ik het in de volgende waterlinievlog. Tot dan! Nou, we zijn aan het einde gekomen van het Waterliniejournaal. Volgende keer gaan we hier verder met de verwoesting van Bodegraven. We bezoeken deze kerk en we bekijken weer een aantal jubileumprojecten. Wilt u meer weten over de Oud-Hollandse waterlinie in onze omgeving, wat er toen is gebeurd of wat er nu nog valt te beleven? Ga naar hoofdkwartier1672.nl, meld u aan voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook. Of ga voor de hele Oud-Hollandse waterlinie naar oudehollandsewaterlinie.nl. Ik zie u graag weer terug in onze waterlinie of bij het volgende Waterliniejournaal.